We hebben allemaal de maatregelen gehoord die de overheid aan het treffen is om eigenlijk de economie weer op rails te krijgen. Maar die maatregelen zijn niet goed aangekomen bij grote delen van de gemeenschap. Dat merk je ook aan de verschillende acties die hier en daar ontstaan. Maar ook de zaken die de bonden hebben aangehaald. President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag uitgekomen met een videoverklaring. En wij brengen u nu daar naartoe. Lobby, brother en sisa, lieve broeders en zusters, alle stranamen. Ik heb gemeend als president om nader in te gaan op de recente ontwikkelingen waar ik soms merk via social media, maar ook de informatie samen vinden vanuit het veld, dat er een klein beetje onzekerheid ontstaat bij de samenleving. Hier en daar wat onduidelijkheid over sana objectsubsidie, sana subjectsubsidie. Lek president, misabi fawe firino. Misab saye firino. Misaba posisifio. Je looki potmoni. Je look de pching. Je look scoro. Je look transport. Je look de prijs in de supermarket. Je look de prijs voor de groente. En de san, I give you stress. De san, I give you edehati. En you, I denk, mi garo. Fawo kon uit. En onnulijke regeringen doen dat voor denk aan jou. Voor tja de maatregelen kon dat je kon uit. Maar ik heb ook toe, ze een verwachting vinden. Die kon aan regeren. Iedereen wilde verbetering, snel van hun eigen situatie, van de situatie in de samenleving. Maar ook toe in de situatie en herkonderen. En natuurlijk, dat doen we aan toe. Maar als je doen dat en dat is ja financiële positie voor akkoorden. Per feite in afvoermogelijkheid. Per sommige schuldeisers. Dat naar de man, dat naar de instituten, dat naar de akkoorden per ulen money. Maar ulen sommige niet. Per uber sabi dat uno man paien baka. En dat door 4 miljard Amerikaanse dollar. Maar die schuldeiser die wil hun geld terug. De Hongaarse suit-suit-tori. Ze hebben overeenkomsten gesloten. Ze willen geld terug hebben. En money zijn in een maatpij direct. Omdat dat money nodig is. Het tweede zijn niet. Zou het hier. We gaan jullie allemaal betalen. Maar geef je een soort ding. Geef je een soort ademruimte. Kom je aan. Economie op het juiste spoor. En dan moet pai en zodoende mij kan ontwikkelen naar konderen toe. Zodoende mij kan tja ook toe. Boon zijn ik jaar volkom. Ze zijn eens geworden dat we met hun gaan onderhandelen. Vouw op pai den bakka, otten op pai den bakka, en als zotrente op pai den bakka, onder één voorwaarde. Dat de economie moest herstellen met een IMF-programma. Dat is niet maar eis. Het tweede is dat onze schuldpositie, onze financiële economische situatie zo ernstig is. Zo ernstig is. Dat wij dat alleen kunnen oplossen met internationale samenwerking. En mijn jaba bribi, dat het vervolgende programma boom fasi alles om taiberetje zo ja iedereen die een beetje meehelpt om te bezuinigen dan gaan we wel eruit komen maar eerst dan zijn we ook aan economie af jou zat de in desbalance aan dit balans dat want dat hier a uitgaan voor hey maar inkomsten lagi en zij zorgen dat uitgaven hey
dat we hebben een subsidie hebben, miljarden subsidie hebben, wat jaren. Die stroom, die brandstof, die water en sommige sociale instellingen. Maar trouwens, we hebben een inkomsten, dat de economie heeft je ontwricht, dat koers nog niet stabiel, dat de economie nog niet stabiel. En dat moet de regering Suriname, u moet het op spoor brengen. U moet het in evenwicht brengen, u moet het in balans brengen. En hoe gaat u dat doen? Door te zorgen dat u meer inkomsten gaat brengen. En aan de andere kant, dat u minder gaat uitgeven. En dat zijn we nu aan het doen. En daarbij worden we ondersteund door IMF met 690 miljoen. Daarbij worden we ondersteund door IDB met een extra 500 miljoen. Daarbij worden we ondersteund door de Wereldbank. Daarbij worden we ondersteund door zoveel andere landen die ons die ondersteunende financiële ondersteuning geven om projecten uit te voeren, om ontwikkeling te brengen, om onze economie weer gezond te brengen. Maar dat wil wel zeggen, je treft een maatregel. Wansi, dat morgen inkomst zij komt, je treft een maatregel tracé, dat haar uitgaven worden verminderen. En tracé moet je ook een sociaal programma hebben om die samenleving te beschermen. Dit naar de Drisani, sa unu hij voeren nu uit. En de Drisani moest dit in balans. En van die balans, de alasan kon wakaboen. En alasuma, oh, abenboen. Uiteraard, dat is een moeilijk ding. Anno zijn dan wang. Ah, heel grond tap, dat is een moeilijk ding. De stroomprijs stijgt als gevolg van oorlog in Oekraïne. Voedselprijs stijgt. Importinflatie komt door als hij hey. En als hij roken door naar de supermarktprijzen, naar de pompprijzen. Naar alles. En daar moeten we ook rekening houden. Maar wij hebben gezegd, sociaal programma voor ons is belangrijk. Daarom zijn we als regering gegaan naar Washington om met IMF te praten. Van hier IMF, die we tekenen overeenkomst een jaar geleden. Oene we hebben oorlog in Oekraïne. Oene we hebben importinflatie. Oene we hebben de stijging voor de prijzen. Dus nu we IMF programma, staat er binnen een realiteit voor Sernang. En daar voeren we nu overleg, daar voeren we nu onderhandeling. En dat betekent dat wij dan moeten zorg dragen dat de samenleving zo goed mogelijk beschermd wordt met een sociaal programma. Gezinnen, ze hebben steun van nodig. Personen met een beperking, we geven extra 1800 SRD per maand. Maar morgen groepen de. En die gaan we ook beschermen. Die gaan we niet in de steek laten. En hoe meer je dat bereken, per grens, per de soma op hulp van Odo, dat de maat 6.000. Maar kan sabi dat morgen groep de staat aan nog 6.000, maar dat 7.000. Hoe begin je aan 6.000? Hoe begin je de man, sap mijn salaris, stel ik 6.000? Dat de groep dat ik kan actie steun, heb de steun van Odo, voor kies subsidie op stroom, tap brandstof, tap water, tap gasbom, tap voedsel, tap medicamenten, transport, babyvoeding. We geven aan steun dat die. Maar op basis van goede registratie. Dit is naar de maatregelen, maar dat want ik wel, en dat na een onderdeel voor het IMF-programma, dat als subsidie tap als stroom, langzaam aan moest gaan. Als subsidie tap als brandstof, aan moest gaan, heel bieding. En als subsidie op alle interesse aan die moest gaan. En mijn verantwoordelijkheid ligt regering na. Voor het sociaal programma komt. Dat pijn als subsidie ook gaan. En je moest pijn moren. Dat in af pijn moren. We komen aan financiële steun. We komen aan een programma. Zo moest je hebben komen. En hoe je want aan ik ben. De belasting schijf pas aan. Dus alle sommers hebben een salaris. Stel ik 7.500 SRD. In af pijn belasting. Dat je een extra besparing man. Los voor de samenvoeding, 1800 zou beslissen. Hoe beslist ook toe dat openbaar vervoer, de prijs nu stijgt dat je. Want we dan subsidiëren openbaar vervoer. De mensen die gebruik maken van de boten, die gaan ook niet meer betalen, want dat wordt ook gesubsidieerd. En ik begrijp ook dat jullie allemaal afvragen, hoe lang gaat dit duren?
Stel dat de maatregelen zou komen morgen. Alles gaat ondersteund worden. Door ons programma. Hoe lang zou het zijn? Als stroomsubsidie. Dat bij IMF takkie. Je moet het in 4 termijnen afbouwen. Wij gaan onderzoeken of u dat kan dragen. Wij gaan onderzoeken of met die 1800 u wel in staat bent dat te betalen. En natuurlijk wil Luku afvase zodanig dat als schok noemde hebigi afvolk. En als schrift staan naar die agasbomprijs, we moeten het aanpassen, maar zodanig dat u het kunt betalen. En zo zal het ook gaan met de andere zaken. Dus het termijn, hoe lang het zou duren, zal afhankelijk zijn voor de mogelijkheid, zal UNO abi, voor je bescherming kon, dat u kan dragen verhoging. Maar nogmaals, we gaan geen schokken creëren in de samenleving. We gaan hiervoor zorg dragen dat door afbouw van snelle subsidie het volk totaal niet meer zal kunnen dragen. En dat proberen we in goed overleg met IMF ook uit te leggen. Dat we allemaal een gezonde economie willen. Ik heb ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Ik heb ook een verantwoordelijkheid dat in dit land we een volk hebben dat goed kan leven. En dat er betaalbare voeding is. En dat kosten van levensonderhoud ook draaglijk gemaakt moeten worden voor het volk. Dat is onze verantwoordelijkheid als regering. En misap dat, we zijn helemaal tevreden. Onze verantwoordelijkheid, lekker regeren, tja hepikon. Breng hulp, breng oplossing, geef bescherming aan de samenleving. En daarop werken we dag en nacht. We plegen ook overleg met alle groepen. Maar, broeders en zusters, u kunt erop rekenen dat wij als regering het volk niet in de steek gaan laten. Dat we alles gaan doen om het volk te beschermen. Dat we alle maatregelen gaan treffen. Dat we zo snel mogelijk gaan naar een betere situatie. Maar deze reorganisatie voor economie, deze herstructurering voor economie, hoe af van Odo, Fuchara Oso, Gomoro Fara, Asana Oso, en no atendoro, voor Hepa people. No atendoro, voor Hep you. No atendoro, voor Kwama programma, Fucha verlichting kwam, Yala Sernama. Blijft u hoop houden. Wij zijn een regering en we gaan voor u werken. Wij zijn een regering die dag en nacht voor u zullen werken. Grand Tangi, zeer veel dank.